Een aantal culturele instellingen gaat vanwege testen voor toegang open. Maar een van de instellingen die niet open gaat in dat kader is het Theater aan de Schie. En daar ga ik onder andere over praten met Rob Roos, de directeur van het Theater aan de Schie. Want waarom zit het Theater aan de Schie er niet bij en hoe werkt dat testen voor toegang? Ja, je hebt het over Field Labs, hè, waarin ze landelijke experimenten gaan uitvoeren om te kijken, is het toch mogelijk om op een veilige manier naar het theater te gaan. Nou, in de sector zeggen wij al sinds het begin van de corona dat dat zo is. Maar dat willen ze nu testen en daar hebben ze een aantal theaters voor uitgenodigd om dat te doen. We hebben ons uiteraard ook ingeschreven daarvoor. Maar er zijn maar een paar theaters eigenlijk die ze hebben aangewezen. En met ons, toch een denk ik 120, 130 theaters zijn daarin teleurgesteld. Ik snap dat ook wel, want ja, je moet kiezen. Wie kiest er? Dat doet de landelijke overheid. Dat gaat helemaal buiten ons om. Wij kunnen ons aanmelden. Dat hebben we uiteraard ook gedaan. En dan gaan zij kijken. En dan kijken ze onder andere naar, is er een teststraat? Je moet theater waar dan de proef wordt uitgevoerd, moet ook een teststraat hebben. Nou, daar is kennelijk in de communicatie niet goed gegaan, want wij hebben een hele grote teststraat. En ik heb begrepen, een van de grootste uit de regio, dus daar kan het niet aan hebben gelegen. Maar toch, we zijn niet aangewezen. En ik heb ook nog begrepen dat de burgemeester heeft er ook nog in gezet om te kijken of het alsnog niet lukt. Maar ja, helaas, het is niet zo. Nee, want in onze regio is dan onder andere het Luxor Theater in Rotterdam aangewezen. Ja, de logica achter de keuze snap ik niet helemaal. Niet omdat Luxor is, prachtige schouwburg natuurlijk, laten we dat duidelijk over zijn. Maar ze hebben wel 3 of 4 plekken in Rotterdam aangewezen. En eigenlijk niks in de regio als theater. En die logica ontgaat me een beetje. Maar ja, is er logica in deze, kun je ook afvragen. Dus we kunnen er weinig aan veranderen. We hadden het heel graag gedaan. Het mag morgen nog. Wij kunnen, als we willen, in een uur open zijn. Dus met veel enthousiasme zullen we dat dan ook doen. Maar ja, we zijn niet gevraagd. Het biedt in ieder geval wel perspectief dat er weer dingen in beweging gezet gaan worden. Heb je voor jezelf het idee dat je dit seizoen nog open zou kunnen? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ik ben eigenlijk van het begin af aan wel positief geweest als het gaat om waar gaan we naartoe. Als je gewoon doorkijkt en je leest de berichten in de krant, je kijkt televisie, dan zie je gewoon dat er beweging is en dat er, ik heb begrepen dat er iets van 6 miljoen mensen inmiddels resistent zijn geworden. Enerzijds door vaccinaties, anderzijds omdat ze het gehad hebben. Een enorm aantal. Nou, dat gaat natuurlijk een bepaalde beschermmuur opzetten en dat gaat gewoon zijn effect ook krijgen. Dat zie je ook in de getallen weer terug. Ik ben geen medicus, dus ik kan dat allemaal niet goed inschatten. Maar als ik gewoon 1-1 is 2, dan denk ik, nou, over een maand ziet de wereld er volgens mij al heel anders uit. En ik ga ervan uit dat wij in juni en hopelijk al in mei toch de deuren weer open mogen doen. En zij het in kleine aantallen, maar gewoon weer gaan opschalen. En dat we dan ook niet meer teruggaan. Want wat wij heel lastig vonden, is dat opengaan, in beweging zijn en weer dicht en weer open. En dat is enorm bewerkelijk, enorm ingewikkeld. Ook voor het publiek enorm ingewikkeld. Alhoewel we enorm veel steun en draagvlak ervaren. Maar als we nu open gaan en het zonnetje begint erbij te schijnen, dus dat is een goed voorteken, dat is een teken van de waarheid. Dan gaan we open en dan blijven we ook open en dan gaan we opschalen. Ja, dat wilde ik net vragen, want deze tijd van het jaar is natuurlijk ook de periode dat je normaal gesproken bekend maakt wat er volgend seizoen gaat gebeuren. Ja, nou, we hebben natuurlijk te maken gehad met voorstellingen die een afgelopen seizoen, dus toen de corona uitbrak, moesten worden verschoven. Dus die zijn naar het nieuwe seizoen geschoven. Toen waren we allemaal nog in de naïeve veronderstelling dat het met een paar weken wel gedaan zou zijn. Maar die voorstellingen die in het nieuwe seizoen, naar het nieuwe seizoen zijn verschoven, we hadden al een nieuw programma staan. Die zijn erbij gekomen, er zijn heel veel producties uitgegaan. Zijn we nieuw voor teruggekomen, maar dat stroopt natuurlijk ook allemaal op. Want ja, er kon heel weinig doorgaan. Dus het is allemaal nu naar het laatste stukje van dit seizoen geschoven. Waarvan er natuurlijk ook maar weinig data overbleven. Want dat is het probleem, je hebt op een gegeven moment geen speeldatum meer. En daar hebben we nog wel genoeg over. Ik denk dat er zeker nog voor mei, want we hebben elke dag voorstellingen staan, maar hebben steeds moeten cancelen. We hebben ook afgesproken intern dat we dat niet meer vooraf aankondigen wat we hebben, want dan moet je steeds vertellen wat er niet doorgaat. We hebben nu gezegd dat we zeker weten dat het doorgaat, dan gaan we communiceren. Dus vandaar dat we een beetje korte doorlooptijd hebben. Maar we gaan binnenkort weer de krant in, zullen we zeggen. En dan gaan we vertellen wat we allemaal, toch ook het laatste stukje van het seizoen nog hebben staan. Maar alle voorstellingen die weer doorgeschoven zijn vanuit dit seizoen, zijn naar volgend seizoen ook weer gegaan voor een deel. En daar komen natuurlijk ook weer nieuwe producties bij. Heel ingewikkeld verhaal, ik wil er graag nog een keer over onderhandelen, maar dat zit heel complex in elkaar.
Maar het betekent in ieder geval dat al die theaters klaar zijn voor dat seizoen. En we ook grote verwachtingen hebben eigenlijk over de belangstelling.